Met dat protocol was het ook een beetje spannend in het jaar 2000, toen de Japanse keizer een bezoek bracht aan onze stad. Bij de wandeling van het Sieboldhuis naar de academie ging er opeens een raam op en staken vier jonge dames hun hoofd uit het raam. Hello, Mr. Emperor. May we ask you a question? In Japan, waar de keizer op grote hoogte staat, volstrekt ondenkbaar. En bovendien was het de bewoners van Gravenburg uitdrukkelijk verboden. Tot verbazing van iedereen hield de Japanse keizer hand en maakte een praatje met de studenten. Zijn hand op het paaltje door het huis gelegen. De plek waar de keizer stond in dat paaltje waar hij zijn hand op legde, is nog steeds een toeristische attractie voor Japan. Ja, dat gelooft u niet, dames en heren, dat is echt zo. Ik was net burgemeester. Toen was er een hele groep Japanners die vroegen mij waar het paaltje was waar de keizer stond. En ik moet eerlijk zeggen, ik had mij redelijk goed voorbereid, want dat wist ik wel. Maar sinds die tijd weet ik dat precies en weet ik ook precies waar ik ze heen moet wijzen. In 1983 kwam Barbara Bush naar Leiden voor een werkbezoek. Het was, zoals dat heet, een medisch programma georganiseerd. Met onder andere mevrouw van den Broek, lokale burgemeester Jit Peters en Marianne Goekop, de vrouw van de burgemeester. En hij natuurlijk. Het zal niemand iets verbazen dat hij naadloos in deze groep past. En dat de dames en hij een geweldige middag hadden. Het bezoek aan Leiden was zelfs zo goed bevallen dat Barbara een jaar later weer kwam. En vijf jaar later daarop nog eens. Maar toen nam ze ook haar man George Bush mee. Dat was direct de eerste keer dat een zittende Amerikaanse president voet op Nederlandse bodem zette. En zijn ontvangst in Leiden was natuurlijk een geweldige operatie. Andere hoge buitenlandse gasten waren onder meer het koningspaar van België in 1998, de presidenten van Turkije, Italië, Letland, Chili en het staatsbezoek van de groothertog van Luxemburg in 2006. Maar het bezoek van Nelson Mandela in 1999 heeft de meeste indruk op hem gemaakt. Mandela, een enorme icoon en toch zo gewoon gebleken. Aan wie doen we dat ook alweer? Dames en heren, Hein van Woerden verlaat na 141 dienstjaren. Maar u begrijpt het al, het zijn er eigenlijk 42, de ambtelijke dienst. Hoewel, we staan nu wel stil bij zijn afscheid, maar eigenlijk moet hij nog 14 dagen werken, heeft het ABP uitgerekend. En daarom komt hij in augustus nog even 2 weken corvée doen en dossiers koninklijke onderscheiding afmaken voor volgend jaar. Maar goed, zijn afscheid is onvermijdelijk. Voor mij persoonlijk, hij is dat een verschrikkelijk. De speeches die hij schreef waren altijd erg leuk. Daar heb ik steeds heel graag gebruik van gemaakt. Ik zal hem missen, dames en heren. Heel erg missen. En dat geldt ook voor de rest van het college. Voor iemand die zo lang als ambtenaar met een grote drive op een zo hoog niveau heeft gefunctioneerd, kennen we de Jan van Houtbeek. Genoemd naar de illustere stadssecretaris van eind 16e, begin 17e eeuw. Jij verdient je penning als geen ander. Dank je van ganse harte voor alles wat je voor mij, voor het college, voor de gemeente, voor de stad en voor de samenleving hebt gedaan. En daarom verheugt het mij om jou te kunnen mededelen dat het college van burgemeester en wethouders heeft besloten jou die mooie Jan van Houtbeek toe te kennen. En ik ga het nu aan je uitreiken. Ik nog door.
denk voor twee, hij is ontleed en blijft dan al maar praten. Voor een lagen feest of leids ontzet, brengt hij de stad op orde. Opdat de stad steeds ordelijk belegerd kan gaan worden. Minister, koning, president, uit al die verre landen. Hun komst in Leiden is geheim, maar wel in goede handen. Dat heim bewaakt het protocol en kent goed de finesse. Hij zorgt voor burger, waar en boer, en ook voor de prinsessen. Lintjes geven in april, en hij daarvan de plekken. De regenmaker van de stad, hij doet dat zonder lekken. Hij kent dus menig hartsgeheim van vele decorandie. Door hem heel veilig vastgelegd, in geheime burgemeester spreken moet, helpt hij het soms met woorden. Hij is bij zo'n gelegenheid het oor dat alles hoorde. Zo schrijft hij altijd ongezien mee met zo'n menig reden. En daardoor burgemeester hij de stad een beetje mede. Hoe moet het met de sleutelstad, nu hij gaat pensioneren? Wie kan er in zijn voetspoor gaan, wie kan zo reguleren? Is er dan zo een van, wie hem kan en keren? Want hij zijn vak, dat is een kunst. Dat kun je nergens leren. Vaarwel, heer Heijn, het ga je goed. Geniet van vader Dries. De stad gaat verder zonder jou, maar hoe dat zonder Dries? Want nu de chef vertrekken gaat, dan is men kort ontzet. Gelukkig is daar juffer Mans voor mij zijn kabinet. Dag, hij mij zeggen, dankjewel voor al die lange jaren. De stad doet het nu zonder jou, laat andere stuurlui varen. Geniet van rust en AOW en van gezette tijden. Waarom je blijft paradontraat, van woorden hoort bij Leiden. Ik ben van Rijmegen. Ik heb het instituut altijd behoorlijk bewaakt. Dat weet je altijd als het om gemeentelijk onderscheiding gaat, wil ik nog wel eens verkeerd gebruikt worden. Ik kan alleen maar zeggen dat dit deze week goed gelukt is. Natuurlijk ook dank aan Jo Visser en Jessica van Noord voor een prachtige optreden. Het was een grote verrassing, maar niet helemaal, want het staat hier namelijk al in mijn tekst geschreven. Ik had het vermoeden al. Ja. Joop en Jessica, hartstikke bedankt voor jullie geweldige optreden. En natuurlijk ook het Leidens Ontzet Sextet. Dat is het koor van commissarissen van de 3 Oktobervereniging, wat zo'n geweldig lied heeft gezongen. Ik vrees dat ik op dit ogenblik de telefoon gaat. Ik wil maar proberen om hem uit te zetten. Dus tussendoor. Elke week komt aan de mensen te vragen of ze de telefoon weer uit.
vrienden en vriendinnen. Het zijn geweldige jaren geweest. Ik stapte hier binnen toen ik eigenlijk helemaal niet wist wat ik zou moeten gaan doen. Curieus genoeg, een van de genoemde beroepen was burgemeester. De appel is niet ver van de boom gevallen. Ja. Een woord van dank natuurlijk aan ook mijn collega's. Ik moet er één wel uitdrukkelijk noemen, al vind ze het verschrikkelijk, want ze zitten er helemaal in elkaar. En dat is mijn collega Kine Vasseur, waar ik 25 jaar mee heb samengewerkt op ons bureau. Zij heeft mij regelmatig in bedwang gehouden. Ze is als een soort oudere zus voor mij geweest. En ze riep mij af en toe tot de orde en ik heb dat gelukkig ook bij haar wel eens kunnen doen. Aardig is te vermelden dat sommige kamerbewoners naast onze kamer wel eens dachten dat we ruzie hadden. Maar onze discussie ging dan nogal eens op een luide toon. Dankjewel Kine voor die 25 geweldige jaren. Ik ben ook erg blij met de opvolger Michael Juffermans. U heeft hem hier net al gezien. En u kunt straks ook verder met hem kennis maken. Michael, ik wens je ongelooflijk veel succes en sterkte. Nou, en dan komen we zo'n beetje aan het eind.